Het Nederlandse seinstelsel is in de basis eenvoudig. De lichtseinen lijken op standaard stoplichten, al zijn ze omgekeerd ten opzichte van die van het wegverkeer. Groen zit boven, rood onder. In deze video leg ik uit wat de meest voorkomende Nederlandse seinen en een paar borden langs het spoor betekenen. Na de intro. Seinen hebben niet zozeer fasen, zoals een verkeerslicht, maar seinbeelden. Het Nederlandse seinstelsel komt uit 1955 en is een snelheidsseinstelsel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een richtingsseinstelsel, wat ook de ligging van wissels aan kan geven. Het Nederlandse stelsel is relatief eenvoudig. De seinen laten telkens één licht zien, soms in combinatie met een getal. Dit getal geeft de toegestane maximumsnelheid aan in tientallen. 4 is 40 km per uur, 8 is 80 km per uur, enzovoorts. Er zijn twee soorten lichtseinen, hooggeplaatst en laaggeplaatst, ook wel dwergseinen genoemd. Sommige hooggeplaatste seinen hebben ook nog een cijferbak. De laaggeplaatste seinen zie je alleen op emplacementen, zoals rangeerterreinen en stations. De maximumsnelheid op emplacementen is altijd 40 km per uur. Tussen de emplacementen, op de baanvakken, wordt de maximumsnelheid met borden aangegeven. In het Nederlandse seinstelsel kennen de lichtseinen in elk geval 5 seinbeelden. Een hooggeplaatst groen licht. Voorbijrijden is toegestaan met de maximale plaatselijke snelheid, zoals dus aangegeven door borden. Een hooggeplaatst knipperend groen licht of een laaggeplaatst groen licht. Voorbijrijden is toegestaan met maximaal 40 km per uur. Bij een hooggeplaatst knipperend groen licht met cijferbak geldt de aangegeven maximumsnelheid. Deze kan de plaatselijke maximumsnelheid, aangegeven door borden, overschrijven. Een hoog of laag geplaatst geel licht. Rij maximaal 40 km per uur en hou rekening te moeten stoppen voor het volgende sein. Ook hier kan een cijferbak bij zijn geplaatst. Het cijfer kan ook knipperen. Daarmee wordt aangegeven dat de maximumsnelheid geldt vanaf het eerstvolgende sein, maar dat de afstand te kort is tot het volgende sein om de juiste snelheid al te hebben. De trein moet dus meteen beginnen met het begrenzen van de snelheid. Een hoog of laag geplaatst knipperend geel licht. Voorbijrijden is toegestaan met maximaal 40 km per uur of zo weinig als nodig is om voor een belemmering te kunnen stoppen. Bijvoorbeeld bij treinen die koppelen op een station. En tenslotte een hoog of laag geplaatst rood licht. Stop voor het sein. Dit stoptonende sein mag nooit voorbijgereden worden, mits het geen P-sein is en de machinist toestemming heeft. Een P-sein of permissief sein is voorzien van een klein bord met erop de letter P. Als zo'n sein op rood staat en de treindienstleider geeft de machinist toestemming, dan mag deze voorbijgereden worden. Zulke seinen hebben geen gevaarpunten in het blok achter zich, zoals wissels, kruisingen of beweegbare bruggen. Een machinist moet dan ook voorzichtig en op zicht dit sein voorbijrijden. Seinen met een bijzonder gevaarpunt erachter, zoals een wissel, kruispunt of brug, hebben een ander bord. Naast de seinen zijn er dus ook snelheidsborden. Het baanvaksnelheidsbord geeft aan wat de maximumsnelheid is op het baanvak. Een snelheidsverminderingsbord gebiedt de snelheid te begrenzen tot de snelheid op het bord. Na de gele snelheidsverminderingsborden volgen de witte snelheidsborden. Deze staan op emplacementen en geven de maximumsnelheid aan. Je vindt deze ook buiten emplacementen, bijvoorbeeld in tunnels of bogen. En er zijn nog veel meer seinen, voorseinen, markeringen, lichten en borden die je langs het spoor kan vinden. En in de nabije toekomst gaat ProRail nieuwe soorten lichtseinen introduceren. Voor bronnen en meer informatie zie je de beschrijving van de video. Met dank aan Arjan Spoormans en Mark van der Meer voor de mooie foto's en Train Drivers POV voor de prachtige videobeelden. Een link naar zijn YouTube-kanaal vind je ook in de beschrijving. Laat vooral weten wat je vindt en over welk onderwerp je wel eens een video zou willen zien. Je kan mij steunen door je te abonneren en of een spoor- of wegenkaart te kopen op svdb.shop. En bekijk ook eens mijn andere YouTube-kanalen waar ik dingen uitleg. Into the Ordinary en Why on Earth. Dankjewel voor het kijken.